leuk uur om te landen hoor. Ja. Oké, maar mensen moeten echt niet schreeuwen, want dat haat ik. Bismillah. Bismillah. Dat is een happy landing. Viva la Turkije! Turkish Airlines mensen. Oh, je Instagram naam staat hier. Een heftige landing hoort er ook bij. Awesome. Aangekomen. Doei. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Now, yeah. I've been moving calm, no start, no trouble on me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. the cup. Nou, beste mensen, we komen net van het hotel. We hebben net de hammam en alles gedaan. En nu lopen we door de bazaar. Hope I got some sisters that I leave me. They gon' tell the story, she was different with me. God's plan, God's plan. De bekende Hagia Sophia. Dit was vroeger een kerk. Daar hebben ze een moskee van gemaakt. I don't feel. I finesse down with the road, yeah, finesse. Michael Dunn. Net naar Topkappen geweest, maar Topkappen was dicht. Topkappen Palace. En op dinsdag zijn ze blijkbaar gesloten. Dus gaan we morgenochtend. Heel vroeg. Library, oh my gosh. Dit kan niet, man. Toetje. Hoe kan je zo zijn? De buschauffeur heeft het opgegeven. Hij zegt iedereen eruit, nu! Nee, is hij waar. Ja, is wel waar. Maar... Want we staan hier namelijk in een... file! Wil je nou eens kijken naar deze grappige telefoons? En daar zijn we dan. Otakeu. Prachtig plekje. Een groot deel van Istanbul. Waar zijn we? Salazar naar Beşiktaş. Geen verlet, geen verlet. Loi. Nieuwe. Oh, Beşiktaş. Loi. Beste mensen, welkom terug. We zijn nou eenmaal niet meer in een bus. We zijn niet op een voertuig om te reizen. We zijn op dit moment gewoon op de grond. Ja. Wat ik dus wil zeggen, is we zijn op dit moment bij Cervayir. Dat is een hele grote winkelcentrum. Ja. Vraag me niet hoeveel verdiepingen. Heel veel verdiepingen. Heel veel. Dit is hem. In a minute since we kicked it, you've been caught up. Bad day. With them bitches, I don't get it. Zo, het is hier echt tering groot, man. Ik heb nog nooit zo'n groot shopping. Nee, Amerika wel. Maar oké, voor Turkije heb ik nog nooit zoiets gezien. Make you feel like that. Cause I love me enough for the both of us. We komen een beetje aan het einde van de dag. Hele wandeling gedaan, alles. Het leeft hier nog. Het is hier nu, hoe laat? Even kijken hoor mensen. Even kijken hoor. Het is nu 10:30. Wil je eens even kijken? 10:30. Damn, hij ziet er echt vrolijk uit. Jullie mensen, jullie Nederlanders, jullie Belgen. Die niet naar Istanbul komen zijn dom. Ik heb half geen idee hoe mooi het hier is, echt waar. Jullie missen aan schoon. Jullie missen een halve paradijs. Een halve paradijs die zowel de westerse cultuur bevat als de oosterse cultuur. Mengeling van jullie wereld en onze wereld, maar je hebt geen idee. En we zijn terug. Slecht. Please make up room. Ja. Wat voor Engels was dat? Het is al dag 2. En we gaan eerst ontbijten.
We zijn op dit moment in Istanbul, Turkije. We zijn op dit moment in een leuke bazaar samen met een moskee die hier zo verderop. Dit is Toosje, dit is mijn lichtje. Die heb ik even meegenomen. Meegenomen? Ja, die heb ik gewoon even meegenomen. Handgemaakte tasjes, handgemaakte tapijtjes, handgemaakte sjaaltjes. Prachtige dingen, prachtige decoratieve dingen. Turkish Gitsi. Michael Tan is G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Sasaki, yeah. Lekkere bazaar hier, lekkere spullen, lekkere lira, lekkere geld en spiegel. Jokje zit je daar. Oh, ja. Een awkward moment wanneer ze allemaal denken dat je buitenlander bent. En eigenlijk ook buitenlander bent. Been a minute since we kicked it, shooting caught our bad day. With them bitches, I don't get it, you're a scholar. There's a lot of bad things that they wishing on me. You shouldn't have to deal with it. Nou mensen, dit moest een vlog worden. Maar ik weet mijn god niet waar ik over moet praten. We doen niks anders dan verdwalen hier. Nu hebben we het gevonden. Bijna aangereden. Net niet dood. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. I guess I see the things that they be wishing on me. I hope I got some. Merhabalar. Vlogga hoş geldiniz. Bu yeni vlogma. Lek zo goed. Toch, daar hoor je ook steeds lekker door de wind. Dus je denkt, ik ga gewoon een microfoon kopen. En dan ligt er hier een kleine kat. I make sure that nobody is still. Het is zoveelste lekkere eten. Oh my god, is het kompier. Gewoon een vogeltje binnen. I like him too much. Dat is het. We zijn in de Madame Tussauds, mensen. Lekkere Madame. Oké, ik ga stoppen. Lekkere. Tell him only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry, very good. I even got it. Mensen, lekker lopen. Wacht even. We zijn 16 kilometer verder. Alles doet pijn. Rug, tenen. I make sure that was I need you. Still, what's the bad things? There's a lot of bad things that they wish and they wish. Goedemorgen beste mensen. En we zijn nu aan het Topkapi Palace. Dat is de rij. En we gaan even tickets kopen. Koop je mee? Ik koop mee. En dan gaan we hier naar binnen en ik heb eigenlijk verder niks te zeggen. Dus. Doei. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. I guess I see the things that they be wishing on me. Dit is de tuin van. Sorry, wat? Dit is de tuin van. Ja, dat weet ik niet. De tuin. Dit is de tuin. De tuin. Mensen, tuin. Weet je hoe mooi? Wat dacht je dat? Hoppie mooi. Lekkere rozen. Lekkere rozen. Rozen, lekker eten. Dat is een probleem. Lekkere rozen eten. Je honger. Op dit moment zijn we in de
harem. En de harem was eigenlijk een beetje de vrouwenafdeling. Dat was de harem van de sultan. En blijkbaar waren er hier geen mannen. Maar de mannen die hier wel waren, waren de bewakers. En die bewakers hadden geen ballen. Die werden gewoon gecastreerd. Waarschijnlijk met stenen destijds, zoals de gladiator. Dat deed ze ook met stenen, zo al die ballen zo. Dus geen gevoel meer in de penis. Niet meer kunnen klagen, hoor. Geen vrouw kunnen lukken. Me, I tell him only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry, very good. I even got it tatted on. Heeft hij ook geen ballen dan? Even kijken. I go hard on sauce, I treat you. I make sure that knows I need you. Still, what's up? Bad things. There's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish. Kijk deze moderne tijd. Dit is een mandje. Dit is de eigenaar van het mandje. Het mandje wordt gevuld met eten en gaat weer naar boven. Hij zwaait het mandje uit. Ze zwaait het mandje uit. Poppie slim. Eerlijk, wij zouden echt al die trappen lopen, hè wij? Hi mensen. Oh, wat een rode kop heb ik. This is what we drink here. You onion. En we hebben Iskender gegeten. Dat is kebabvlees. Met geroosterd brood op de bodem. En als yoghurt. Je zou denken, jullie tata snappen dit. We denken sowieso, yoghurt met kebab. Ja, toch knoflooksaus? Dus we hebben niks met yoghurt lekker. Maar is zo. Ik spaghetti zelf met yoghurt. Alex kijkt zo raar naar mij als ik dat doe. Doe jij dat ook? Macarena? Ja toch? Ik doe altijd. En nu zitten we eigenlijk op onze laatste avond. Tijdens onze laatste avond in het hotel. Alles bij elkaar aan het rapen. En morgen vertrekken we weer naar huis. Maar eigenlijk hebben we morgen nog een hele dag. Dus ik sluit deze vlog niet af met het feit dat we dus klaar zijn. Want ik ga morgen naar de kapper. Van jou morgen doen. Toetje zei je toe, ik moet echt lekker samenplakken. En hoop je dat het zo is. We zijn aan het genieten van onze laatste dag. Ik wil nog niet terug. Ik ook niet. Nee. Kijk dan hoe druk het is. Dit is nog nooit echt zo druk te gezien. Dus dit is de rij voor je paspoortcontrole. En dat staat daar. Ja, en dat stopt daar. Nou, dat was het dan. Tot de volgende keer.